Hoi, leuk dat je bij mijn filmpje komt kijken. Vandaag laat ik je zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. En de kaart heb ik gemaakt met de nieuwe stempelset uit de jaarcatalogus van 2017-2018. En hij heet Just Add Text. In deze stempelset vind je 6 verschillende teksten. En ik heb You Are So Beautiful gebruikt. De stipjes op de kaart heb ik gemaakt met de stippeltjes uit de Timeless Pictures. Die staat ook in de nieuwe catalogus. En de kleuren heb ik gebruikt zijn Blushing Bright voor de basiskaart. Daarvoor heb ik een A4 doormidden gesneden op 10,5 cm en gerild op 14,8. De Rose Red cardstock is 9,5 bij 13,8. En de bovenste kaart is gemaakt van Shimmery White cardstock. En die is 9 bij 13,3. Ik begin met de eerste, met de You Are So Beautiful. Die heb ik gestempeld met de Stasson inkt. En ingekleurd met verschillende soorten kleuren inkt en de blender pen. Ik laat het stempel even goed rusten op de kaartstok, zo vloeit het beter en krijg je scherpere afdruk. En deze ga ik uitstansen met de Loss of Labels Framelits. Even de goede maat pakken. Ik gebruik daarvoor de Big Shot met een magnetisch platform. Ik leg eerst de cardstock erop. En daarna de framelits. En daarna nog weer de doorzichtige plaat en dan draai ik hem er doorheen. Dit heb ik ingekleurd met Blushing Bright, Rose Red Inkt, Pierre Pissas en Old Olive. Ik begin met Blushing Bright Inkt. Als ik hem voordat ik hem open doe, knijp ik even in de inktbed. Zo komt je inkt in het dekseltje. En dan pak ik de blender pen. En dan kleur ik al de bloemetjes in. Als je het wat donkerder wil, ga je er nog een keer overheen met je kleurtje. Of je pakt een ander kleurtje wat net ietsje donkerder is. Als je klaar bent met je kleur, dan zit de kleur op je stift. En die ga je even op een papiertje afwrijven totdat je geen kleur meer ziet en dan is hij klaar voor de volgende kleur. Het puntje is wel, gaat wel verkleuren na verloop van tijd, zoals je ziet. Maar dat is niet erg. Dit kan je gewoon blijven gebruiken. En zo kleur je de hele, alle bloemetjes en blaadjes in.
Even afvegen. En dan pak je de lichtgroene peerpizza's. En ik heb de alle blaadjes met deze kleur ingekleurd. Heel licht. Je hoeft geen kleurwonden te zijn zoals je ziet. Met die kleine bloemetjes is het niet zo moeilijk om het in te kleuren. En dan pak ik de Old Olive kleur. En daar maak ik wat accentjes mee. Op de bladeren. Zodat het een beetje kleurverschil krijgt. Met de blenderpen kan je ook kleuren op aquarelpapier en op Whisper White. Maar dan moet je niet te vaak over hetzelfde stukje heen gaan, want dan gaat het Whisper White rillen. En dat heb je dus niet met de Shimmery White. Als ik klaar ben met de stift, dan veeg ik hem altijd goed af zodat ik geen kleur meer heb. En dan leg ik hem neer. Er zit een soort vloeistof in. Dus als je zeg maar rechtop bewaart, dan gaat de vloeistof onderin. En daarom heb ik hem liggend, bewaar ik ze. Deze is klaar, die leg ik even aan de kant. Dan ga ik de stippen stempelen met Blushing Bright inkt. Ik leg even deze erop, dan weet ik ongeveer waar de stippeltjes moeten komen. Hier in de hoek. Deze plak ik op de Rose Red cardstock. Met Tombow Liquid Multi Lime Achievers. Ik weet niet hoe ze het noemen in het Engeland of in Amerika, maar ik zeg gewoon Tombow. Beetje lijmresten. Dit is heel handig. Dit is een blokje met allemaal lijm. En hiermee kan je dus de lijmresten verwijderen. Wij noemen het een snotje, maar het heet Achieve It Remover. Deze plak ik straks met dimensionals op de basiskaart. Maar eerst doe ik er even een lintje omheen. Of een stukje linen thread. Je ziet dat er allemaal vouwen in het touw zitten. Ik ga er even met mijn nagel overheen. En dan zijn ze zo goed als weg.
En dan bind ik dit om de kaart heen. Stikje erin. Je ziet dat het een beetje los op de kaart zit, maar dat laat ik eerst even zitten. Ik plak eerst deze het label op de kaart met dimensionals. Hou even andersom. Nu kan ik hem nog een beetje veranderen. En dan zit hij een beetje los nog. Maar dan plak ik op de achterkant plak ik het even vast met een stukje plakband. En nou is de strik mooi vast. Een stukje eraf knippen. En dit plak ik weer op de kaart. Met dimensionals. En daarop plak ik weer wat de rhinestones. Om het kaart wat meer bling te geven. Hier en daar. Een steentje. Gewoon willekeurig. Maakt niet zoveel uit waar je ze neerplakt. En dan is je kaart klaar. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een leuke dag en graag tot de volgende keer. Hoi!